Jezus, geen deuk. Nou, maakt uit. Nou, wat hebben we daarvoor optreden? Ik heb praat tegen jou, hè, Lando. Een kerstoptreden. En wat voor kerstoptreden? Nou, ik ook nu. Concert, sukkel. Bedankt, Danny. Dankjewel. En we gaan verder. Wij zijn dus eigenlijk net klaar met onze repetitie. Er is niet echt gefilmd. Hij zag het filmen niet, heeft van ons telefoon. Nee. Damien wel. Ja, Damien wel gefilmd, een beetje maar. Zo, morgenavond hebben we in de Gors een optreden. Yes. En heb je er zin in? Ja hoor, ik best wel. We gaan de boom aansteken of... aansteken of, hoe heet het andere nou? Ontsteken. Wat gaan we doen, aansteken of ontsteken? Ik heb hem liever aansteken. Dus wordt leuk. Van de band, tot aan de Gorze. Ja. We zijn aan het wachten op de kinderen. Wat gaan we zo nog doen? Nou, we staan nu te wachten, want de burgemeester komt eraan. En dan gaan we straks met de kinderen achter ons en de burgemeester gaan we naar het plein. En dan gaan we de kerstboom ontsteken. Of aansteken. Ah, wat jullie willen.
optreden gehad. Dat was eigenlijk een beetje waardeloos, hè, Jury? Ja, eigenlijk wel. Ja, want we hebben eigenlijk alleen maar daar naartoe gelopen met onze eigen marsmuziek. Yes. Laatste stukje kerstmuziek. Het is helemaal soepel. Nee. En we stonden daar en ja. Ja, dan moesten we weer terug. Ja, we wouden bijna gaan spelen en zeggen: ga weg. Ja. Ja. En Vincent, dat hebben we morgen. Ja, morgen gaan we naar Ketel. Kerstconcert. Yes. Heb je er zin in? Wil je kerstmuziek spelen? Ja, dat is leuk. Meer dan? Ja, een beetje. Of tijd bent? Nee. Als het een beetje leuke kerstmuziek is, dan wel. Ja, we hebben het gisteren gehoord. We hadden gisteren extra repetitie met RMB 3. Ja. Heb je het ook staan? Niet echt gezien, maar wel een beetje. Wel wat gehoord. Waren. Maar ja, we zien je morgen. Ja. Yes, tjallas. Doei. Hallo Vincent. We zijn nu onderweg naar Ketelkerk. Yes. We zijn er volgens mij al bijna. Op de helft. Op de helft. We zitten in de auto, dan zien jullie al. We zitten in een kerstconcert, toch? Yes. Heb jij hier wel zin in? Ja hoor. Ja? Ja hoor. Mooi zo. Toe begin. We staan nu in Ketelkerk. Ketelkerk. Hey. En we gaan ons een beetje klaarmaken. Die zit allemaal hier aan klaar staan. Ja. Maar Jury moet gaan even vinden. Kon ik even Jury vinden? Nou, ga jij maar even Jury vinden. We hebben triest nieuws. We hebben echt triest nieuws. Echt heel triest. Vandaag moeten we afscheid nemen. Van Jury, hij gaat stoppen bij de 1B. Nee, dat gaan we niet doen. En volgend jaar gaan we met z'n tweeën verder. Vince en ik, hij gaan stoppen bij Jemi Muzikaal. Dit is de laatste vlog van Jemi Muzikaal met Jury erin. Tenminste nog een beetje als vlog, zeg maar. Dus ja, heb je er zin in, Jury? Half. Ik ben wel een beetje aan klaar, maar een beetje dingen doen. Om een lekker tijd te werken. 5 minuten. Nog 5 minuten voordat we een beetje gaan inspelen en zo. Dus ja, let's go. Je hoort dat als hier in de kerk wordt er gezegd, gaat het geluid gaan rondzingen. En daar kan je een voordeel mee doen. En dat is namelijk precies zo hard. Oh, dat is leuk. Thank you.
En met onze kerstconcert gehad. Yes. Dag opa. Dag jongen. We gaan ook afscheid nemen. Jullie gaan zomaar bij de jeugd. Nee. Hij gaat zomaar bij ons, bij JW Muzikaal. Ja. Dus ja, dan gaan we gewoon eens twee doen. We gaan iemand anders vinden. Ja. Nou ja. We gaan nog een video maken, een extra video. Waar we jouw afscheid gaan vieren. Dat weet ik ook niet, maar afscheidsfeest. Maar we hebben pas weer een paar maanden rust en dan gaan we weer verder met ons seizoen, zeg maar. Gaan we beginnen. Ja. We hebben ook een soort van winterstop. Ja, een soort van. We hebben over 3 weken we hebben een afscheidsfeest voor Marianne. Die gaan naar de R&B. Ja. Ik ga heel erg missen. Ja. Mag ik toch weg? Holy ja, weer. Shit, het is koud! Zo, dat is niet. Zo, ze is er overklaar mee. Dus ja, ik ben blij dat ik omhoog. Abonneer en deel met je vrienden. En, dag Juri! Klik op het belletje. Doei Juri. Dag Juri. Hou me vast, dan sluit de vlog maar af alleen. Oh. Dag. Ja, doei.